ben Gritje Andringa en ik ben mantelzwager voor Miss Kwamem, die het aan de oorkant van het dik wennet. Ik ben hier nu 2 jaar in de mantelzorgwenning en we hebben 61 jaar op een plaats wennen. Hiernaast. 13 jaar lang weer Jelly Andringa zelfs mantelzwager voor haar man Jitse en hier Alzheimer. Toen het net meer vertrouwd wie op een plaats, moest er een alternatief komen. Skwanheid die waren nogal dementerende en Skwanheid is ook de jongste net meer, dus die zwaar waren wel aardig zwier. Ja, nee, dat weer net makkelijk, maar ik had mijn liefde niet. En ik ben echt breed dat ik dat eind daar hem thuis horen kon. Toen hebben we jongen naar het verpleeghuis, van hoe zou daar wezen, maar ja, Skwanheid kennende, dat laken we net daar. Dat vonden we heel moeilijk om dat besluit te nemen. En toen zagen we ook wel eens over mantelzorgwenningen. En toen hebben we onderzocht van, hey, is dat net een idee? Gritje had dat opzocht op een computer, hè, wat er wie en er stonden ook wel zulke mantelzorgwenningen op. Nou, daarmee konden we het momenten rekken, hopen we dat we hem net voort hoeven te brengen. Nou, ik vind het prachtig, maar je mist je man. Dit weer de bedoeling net. We zoen hier nou wat jaar in, hè? Maar ik zoen je nog net graag. Wij willen, ik zit op mijn oude plakje. Ik ben net van hier maar west, hè? Een van de beppen zees is wennet nou met haar man op een pleats van Jelly. Grietje en haar man Sjoerd boerkje aan de andere kant van de dijk. Ze kennen daarom makkelijk bij Jelly Del. Ze had wel eens wat hulp nodig als ze ergens heen moet, of naar een dokter of het ziekenhuis. Nou, ten eerste de ben om mee heen, dat is rusten. He, snijs eet ik daar op de andere kant, met alle beffen, Sjoerd en Grietje. Nou, dan ben ik misschien al, want dat is prachtig. En ze haal in mijn maas op met het aan met de auto. En ja, hak wat dan ben ze er. Dus dat kan het mooi. Verhuizen naar een verzorgingshuis woon Jelly en Jitse net. De mantelzorgwenning op het eigen heem is voor de hele familie een uitkomst. Ik ben blij dat ik moet nu hier weer dat je beloven kan, hè? Er is natuurlijk een heel netwerk om haar heen. Uze ben, buren, haar dochters, orenkleinkinderen, achterkleinkinderen die ze had. En zo mij zien al is het gewoon heel leuk om te zien dat ze daar wij een blauwe kind. En dat ze geniet van al die dingen en, en vooral de meesten om die hinnen. Want daar was het eigenlijk van haar. En dat vind ik het mooie om mijlkoor om haar heen te steken.